Iedere dag is Femke in het Tialfstadion in Heerenveen te vinden. Samen met haar teamgenoten bereidt ze zich voor op dit weekend. Wat heb je nou gedaan tijdens zo'n training? Eerst ga je gewoon inrijden met de groep en dan een stijgroen als warming-up. En toen daarna deed ik een soort van tempo achter een jongen een beetje aan. En dan daarna doe je een paar glijstartjes. Deze indrukwekkende verzameling prijzen heeft Femke in de loop van de jaren bij elkaar gereden. Ze is een natuurtalent bij wie het schaatsen met de paplepel is ingegoten. Ik schaats al vanaf ik 3 was op natuurreis of zo. En toen later ging ik op jeugdschaatsen en vanaf daar ging ik weer naar een schaatsclub. Dus ik schaats al best wel lang. Femke wordt getraind door Wouter van der Ploeg. Hij is ervan overtuigd dat we in de toekomst nog veel van zijn pupil gaan horen. Femke is een echte allrounder. Het is een technisch hele mooie rijdster. Dus ze is niet per se super sterk of super groot, maar ze is explosief, ze is technisch, ze is atletisch. Ja, dus wat ik zei, ze kan eigenlijk alles. Maar het is niet alleen maar talent. Femke werkt iedere dag keihard om verder te komen. Ze moet zich veel leuke dingen ontzeggen. In het weekend stappen met vriendinnen zit er vaak niet in. Ik kan natuurlijk niet elk weekend naar een feestje of zo. Dat is gewoon zo lastig. Omdat het natuurlijk best wel zwaar is, het trainingsschema. En als je daarnaast nog allemaal heel veel leuke dingen gaat doen, dat kan er gewoon niet bij. Dat is gewoon te vermoeiend eigenlijk. Dus heel vaak moet je dan gewoon nee zeggen. Maar al dat harde werken levert wel iets op. Dit jaar werd Femke wereldkampioen allround bij de junioren. En morgen, misschien pakt ze dan wel een eerste prijs op de 500 meter tijdens het World Cup kwalificatietoernooi. Wat is nou jouw uiteindelijke doel? Nou, dit seizoen het WK junioren gewoon weer rijden en hopen dat ik mijn titel kan verdedigen. En ja, het ultieme droom is wel gewoon de Olympische Spelen.